gelijk de ploegentijdrit is voor ons een heel groot doel. En daar willen we gewoon met 6 gemotiveerde renners naartoe gaan en echt proberen te winnen daar. En voor mij persoonlijk is die laatste rit heel mooi in Limburg. Dat ligt me wel. En ik denk als we met een goede ploeg erheen kunnen gaan, dat we elke dag wel het kunnen proberen uit te spelen dat we een goede ploeg hebben door mannen mee te sturen. En zo lang mogelijk goed in het klassement blijven staan met z'n allen. En dan proberen te winnen. Wat voor type renner ben jij? Ja, ik denk vooral een heuvelachtige renner voor Limburg en Ardennen. En tot aan het middelgebergte. En een korte proloog of een lastige proloog is ook nog wel iets wat ik goed kan. Dus ja, maar vooral een heuvelrenner. Dus de laatste etappe voor Limburg is wel iets voor mij. Hoe belangrijk is Olympia's Tour voor een beloftevolle renner in Nederland? Nou, ik denk dat het al jaren een aansprekende wedstrijd is. En nu helemaal, omdat het nou een beloftewedstrijd is geworden. En het is dé voorbereidingskoers voor het WK. En dat is ook wel te zien aan de landen die meedoen. Dus ik denk dat het eigenlijk nog meer aansprekende koers is geworden dan het al was. Wat zijn jouw ambities? Ja, ik ga er niet per se een uitslag op plakken. Maar die ploegentijdrit is dus heel belangrijk voor ons. En dan willen we eigenlijk echt mee gaan doen voor de overwinning. En dan, ik wil vooral heel de week niet te veel tijd verliezen en gewoon goed erbij zitten. En dan misschien dat ik de laatste dag mijn slag kan slaan. Wat vind je van het Merenlintje? Ja, dat is een prachtig klimmetje. Ik ben daar wel eens, ik denk in de omloop van mijn graten derde geworden. Er was ook aankomst daar bovenop, dus prachtige aankomst.